In het hele land werken gemeentes aan duurzaamheid. De gemeente Beuningen is van plan om burgers door middel van leningen te ondersteunen met het verduurzamen van hun woningen. De gemeente Beuningen gaat vanaf 2017 een duurzaamheidslening in het leven roepen. Een lening waar onze inwoners die bezitter zijn van een particuliere woning een lening af kunnen sluiten via de gemeente Beuningen bij de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland om energiebesparende maatregelen te nemen. Waarom neemt de gemeente Beuningen dit initiatief? De gemeente Beuningen wil in 2050, en misschien wel eerder, maar dat komen we straks in onze nieuwe energievisie, komen we daarop terug, ook graag energie-neutraal zijn. En voor 2020 willen we in ieder geval al 20% energiebesparende maatregelen hebben genomen in onze gemeente. En daar hoort ook energiebesparende maatregelen bij particuliere woningen bij. Vanaf wanneer kunnen burgers gebruik maken van de leningen en hoe gaat het in zijn werk? Ik wil graag voor 1 april dat de Raad de verordening en de regeling heeft vastgesteld. Daar zal ook een handleiding bij komen, een informatiepakket waarin mensen kunnen lezen van nou, hoe doe ik dat nu? De aanvraag die zal via de gemeente naar het stimuleringsfonds volkshuisvesting gaan. Daar wordt dan uiteindelijk bepaald of mensen wel of niet in aanmerking komen. Terugbetaling zal zijn periode 5, maximaal 10 jaar. En de rente zal, verwacht ik, hij is nu rond de 2%. Dus ongeveer gelijk aan dat wat je ook bij de banken kunt lenen. Het verschil alleen is zo dat de gemeente garant staat voor degene die de lening verstrekt krijgt. Dus mocht dat daar op een gegeven moment betalingsproblemen ontstaan, dan zal het de gemeente zijn die uiteindelijk dan naar het stimuleringsfonds garant staat voor dat bedrag. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.